Zit al zo. Ah, oh, wat leuk! Kijk, een echt blaadje. We hebben dit weekend een weekendje weggepland voor het allereerste keer. En volgende week vakantie. Volgende week vakantie. Maar goed, we maken er gewoon het beste van. Google! Hey Google! Voor tijdens de borstvoeding. Deze kwam gewoon van de Action volgens mij. De kleurtjes wisten jullie al, hè? Voor de babykamer. Allemaal van dit soort kleurtjes. Hier heb ik nou ook nog een dekentje. En maar hopelijk gaat ook niet. Thijs heeft soort van last van een klapvoet. Ik kan zeggen goedemorgen, maar we hebben vanochtend al gezellig bezoek gehad van vriendinnen. Dus ik begin nu pas. Het is 12:30. Jimmy heeft net lekker geslapen. En die krijgt nu zijn broodrammetje. Wat zit erop? Op jouw brood? Chocola. Mm. Vanaf deze week gaan we dus 2 keer per week een video online gooien. Vandaag en maandag en vrijdag. Ja. Dus ja, maandag en vrijdag. Ik ga jullie ook gewoon wat meer meenemen in, vanaf nu heb ik echt officieel verlof. In alle voorbereidingen die ik nog ga doen, want ik heb echt een hele lijst. Ook meenemen, ja. Jimmy nemen we ook mee. Met alle dingetjes die ik nog moet doen, want ik heb echt heel veel bewaard voor in het verlof. Ik ook mee? Ja. Want daar heb ik nou wat meer tijd voor, dus dat is echt heel fijn. Nou en of. Huh? Weet ik niet van de tv. Timmy zegt dat hij Google. En dan reageert de tv op. Hey Google. Het is vandaag echt heel erg chips weer. Want het is de hele tijd keihard aan het regenen. Vandaag is Jimmy op maandag altijd bij ons vrij. Dus dan is het altijd balen als we niks leuks kunnen gaan doen buiten. Ik hoop echt zo erg dat binnenkort die indoor speeltuinen weer open. Moet hij daar zitten? Ja. Dat die indoor speeltuinen weer open mogen. Want dat is dan wel uit een hele fijne oplossing. Zo gaat het. Hey Google! Hey Google! Nou jij. Ik had deze drinkbeker had ik gekocht. Voor mezelf hoor, niet voor Jimmy. Maar die vindt het ook heel interessant om daaruit te drinken. Voor tijdens de borstvoeding. Deze kwam gewoon van de Action volgens mij. Maar dat was de vorige keer best wel lastig om goed genoeg te drinken eigenlijk. En toen dacht ik, als ik nou gewoon zo'n fles in huis haal. Waar je met 1 hand uit kunt drinken. Dus niet iets waar je nog eerst een dopje van open moet trekken. Dan helpt het misschien om die gewoon de hele dag gevuld te houden. Jimmy drinkt er ook best wel goed uit. Jimmy is niet zo'n hele goede drinker. Dus eigenlijk elke slok die hij extra neemt is meegenomen. Dan kan je hem niet vallen, hè? Nou, nog 1 slokje dan. Kom. Maar deze dus. Die vind ik best wel handig. Ik had nog iets leuks geshopt bij de H&M. Voor de baby. Ik moet me sowieso echt heel erg inhouden als ik daar op de website kijk. Want ze hebben zoveel leuke dingen. Maar ik heb het eigenlijk allemaal niet nodig. Maar we hadden nog babysokjes nodig. En dit zit in zo'n heel schattig doosje. En als je hem dan openmaakt, zit het ook nog in zo'n papiertje. En dan zie je van deze hele lieve sokjes. En dat zijn van die halfhoge. Die je dus ook makkelijk kunt omslaan. En ik had nog hele leuke shirtjes voor de Jim Jim. Eigenlijk gewoon 2 van dit soort kleurtjes. Gewoon t-shirtjes. Dus deze zijn niet zo boeiend, maar wel gewoon schattig. Maar deze. Kijk, hoe lief. Oh, dat printje is toch zo lief. Het zijn gewoon shirtjes. Die heeft Jimmy nog niet genoeg. Dus ik kan die straks in de zomer wel aan. En de kleurtjes wisten jullie al, hè? Voor de babykamer. Allemaal van dit soort kleurtjes. Hier heb ik nou ook nog een dekentje.
Zaand. Ja, zand. Zaand. Taup, taup. Cognac-achtige kleurtjes. Een dekentje voor in de... in het ledikant. Zo. Dus die had ik ook nog gehaald. Wafeldeken. Een wafeldeken, ja. Maar die sokjes zijn zo schattig. Goedemorgen. Mijn wimpers willen niet vandaag. Er zit een heel groot gat. Maar ik moet morgen weer terug voor mijn extensions. Dat is het enige wat ik nog heb aan mijn lijf. Heb je nog wel extensions? Ja, dat weet je toch? Wil niet echt? Ik ga om de 2 weken mijn wimpers bij laten werken en jij doet alsof je van niks weet. Oh, wimpers? Ja. Ik zeg, heb je nog wel extensions? Oh, ja. Nee, wimper extensions. Jimmy? Kom eens. Ik wou je eigenlijk iets heel trots vertellen over jou. Wat ga je nou doen? Deze dat mag niet, hè? Jimmy heeft vanochtend... Het gaat steeds beter met op het potje. Of op het potje doen we eigenlijk niet meer, gewoon op de wc. We hebben zo'n wc-brilletje verkleiner. En ik zet hem nou echt regelmatig op. En elke keer poept en plast hij erop. En vanochtend en gisterochtend heb ik hem meteen met wakker worden erop gezet. En dat doet hij super goed. Hele dikke droge draait. Echt een volwassen mensenpoep en plas was vanochtend. Sorry, dat was weer even de poep en plas verhaal. Nou gaan we lekker naar school toe, hè Jimmy? Hij heeft er geen zin in. Met zijn kindjes spelen. Niet doen. Jimmy, dat doet ouw aan de oren. Vandaag komt mijn neefje Milan hier gezellig lunchen. Thijs is al croissantjes aan het fixen. Dat is een van zijn specialiteiten. Wel gewoon uit zo'n pak hoor. Maar... En we gaan straks een beetje creatief doen. Ik ben zelf echt helemaal niet creatief. Hij wel. En ik wil even deze tv uitzetten. Want het is echt... Uitschakelen. Ik weet niet hoe het moet. Hoe zet je deze tv uit? Huh? Hoe zet je die tv uit? Zo zet je die tv uit. Ingedrukt houden. Oh ja, oké. Okay, gelukt. Moet je dat zien? Niet per se toch? Hm? Niet per se toch? Ja, je kunt gewoon zeggen, hey Google, zet de tv uit. Ja nou en, als ik er gewoon op het knopje wil drukken. Hij vindt dat ik per se de tv uit moet zetten met Google Home, omdat het kan. Ja, maar als ik wil nou, gewoon op het knopje drukken. Als je nou op tv wil kijken, dan moet je weer op het knopje drukken. Ja, hoehoe. Anders kun je gewoon een bank gaan rillen. En dan zeg je gewoon, hey Google, zet de tv aan. Oké dan. Maar, wat zou ik wou zeggen. Gewoon doen? We gaan iets creatiefs doen, namelijk iets heel moois maken. Dat is het idee voor de babykamer. Met vilt. Maar ik zal het straks laten zien. Volgens mij staat er iemand aan de deur. Eet smakelijk. Wacht, laat trouwens even jouw tatoeage zien. Want dit is Milan trouwens. Hi. Hi. Hoe vet is die? Ik ben nog steeds elke keer als ik hem zie denk ik, oh, echt vet geworden. We zijn even naar de winkel geweest. Ik zal even laten zien wat het idee is. Want dit had ik al gekocht voor in de babykamer. Of je het goed kunt zien, zo wel. Het is zo van vilt. Echt super schattig. Met bloemen. Die heb ik al gekocht, maar... Nou wil ik ook zoiets zelf gaan maken. Dan hebben we hier vilt gehaald. Deze zijn best wel dik. En dit is van dat wolvilt of zo. Wolvilt, ja. En dan moet je prikken, zei jij, hè? Dus Mila gaat mij uitleggen. Of we gaan filmpjes opzoeken. Ik ben echt, ik doe nooit iets creatiefs. Ik vind het altijd wel leuk op zich. Alleen ik heb er nooit tijd voor. Maar nu wel. Ik begin met het makkelijke werk. Ik heb hier een blaadje opgetekend, dat kun je nou volgens mij niet zien. Maar die moet ik alleen gewoon uitknippen en dan gewoon meerdere. Ja. En dan dubbelvouwen of donderkant. Ja, maar dan heb ik straks wel iets nodig waar ik het mee kan naaien, toch? Hoe noem je dat? Ja, gewoon met naald en draad. Zo, zeg maar, er doorheen gaan. Ja. Zodat het vast blijft zitten. Nee, mijn eerste blaadje. Ik heb dit gekocht bij de Action, tijdens terug al. En van die bamboe-achtige cirkel, dus daar kan ik het in ieder geval aanmaken. Dus dan ga ik beginnen met de blaadjes.
Maar ik vind dit al niet zo mooi geknipt. Hier zit al zo'n deuk in. En dan knippen die fijner. Oh ja. Volgens mij is het heel speels spul. Ja. Oh ja, zit al zo. Ah, wat leuk! Kijk, een echt blaadje! Ik ben enthousiast om iets zo vet simpel. Oké, het resultaat van echt, volgens mij ben ik 2 uur bezig geweest. Ik heb deze allemaal geknipt. En het ziet er wel echt heel erg leuk uit als je die dan straks zo eraan gaat maken. Oeh. Zo. Ik probeer het te laten zien, maar het lijkt echt op een blaadje. Volgende week ga ik eraan verder, want het is toch wel echt een projectje. Rietje? Waar ben je zo druk? Waarom ben je zo druk? Kijk je nou eens lekker. Je doet gewoon, hoe heet dat? Af, hoe noem je dat? Ik ben het woord kwijt. Af wat? Nou, kom er niet op. Als je iets wil... Auw! Oh, ik kom niet op het woord. Aftroggelen is het ook niet. Zeg maar... Af... Oh, het begint met af, ik weet het zeker. Afbieden. Nee. Afdingen. Af... Oh, wacht, dat was hem bijna. Afdwingen. Afdwingen! Door dat schattige gedrag dwingt het af. Nou, ha. Oh. Het lijkt wel die ene van 4 handen op 1 buik. Oh ja. Dat is ook echt hilarisch. Want welk woord was dat? Alimentatie. Alimentatie. Dat is makkelijker geworden, kan ze niet. Ja. Het is alweer tijd om Jimmy op te halen. Jimmy boy. Dat is wel een interessant spelletje, hè? Ja, heel goed. Nou moet je hem omdraaien. Andere kant. Oppakken en dan omdraaien. Ja, dat is ook omdraaien, maar ik bedoel zo. En dan kun je weer opnieuw beginnen. Dat is echt een leuk ding. Ik vond die ergens in een of andere speelgoedwinkel, maar schijnbaar is het helemaal hip. Waar is Jimmy? Hallo Jimmy! Jimmy! Hallo! Zit jij in bad? Lekker zwemmen. Wat zoek je? Oeh, die schep. Willen jullie heel hard met ons meeduimen dat deze kleine meneer over een 1,5 week echt leuk buiten kan zwemmen als we op vakantie gaan? Want vooralsnog is het de komende 2 weken volgens mij echt alleen maar blij weer. Maar het lijkt me zo leuk, ze hebben echt een superleuk zwembad erbij, maar wel alleen maar buiten. Het lijkt me zo leuk, maar we wilden ook in de omgeving gaan kijken. Als er dan misschien in de omgeving een overdekt zwembad is, dan gaan we daar naartoe. Maar het is gewoon, hoe lang is het geleden dat hij heeft gezwommen? Want het was de hele tijd dicht voor recreatief zwemmen natuurlijk. Ja, hier ergens in zo'n binnenbad en dat was volgens mij was dat in de herfst of in september. Ja. En we hebben op onze sportschool een zwembad, maar dat was ook dicht. Die mag nu wel weer open. Dus ik wil gewoon zo graag weer even gaan zwemmen, want hij vindt het zo fijn in het water. En nou is hij natuurlijk weer groter, dus dan kan hij ook weer wat meer. Maar jullie zullen het wel herkennen, denk ik. Goedemorgen. Jimmy is al bij oma. En ik moest ineens heel erg haasten, want ik dacht dat ik vanavond een afspraak had voor mijn wimpers. Maar dat was net. Maar ze zijn weer netjes. Thijs is nu naar de fysio. Gelukkig kon hij zelf rijden, want ik zou hem eigenlijk afzetten omdat hij nog niet echt fatsoenlijk auto kon rijden. Hij heeft het geprobeerd en het ging op zich wel. Ik hoop dat ze iets kunnen doen, maar vooral dat ze hem anders terugverwijzen naar de huisarts. Dat hij een spuit kan krijgen of zo voor de zenuwpijn, want hij heeft nog steeds echt heel veel pijn. Vandaag heb ik al de planning om te wassen, want er moet echt veel was bijgewerkt worden. En ik had nog iets wat ik dus niet meer weet. Dus dat is een beetje vervelend, want ik heb altijd het gevoel dat ik nog iets moet doen, maar ik weet het niet. Misschien dat dadelijk het idee komt. Ik heb ook een lijstje met allerlei dingen die ik nog wil doen. Die kan ik misschien dadelijk ook wel even met jullie delen. Dus wat ik allemaal nog wil doen in mijn verlof. Ik ga eerst eten, want ik heb echt mega honger.
Ik heb iets gekocht bij de Lidl. Hele grote worsten. Dus ik ga lekker broodje knakworst maken. Rij maar door het poortje heen. Joe. Rij door het poortje, hè? Ja. Wow. Opa poortje. Kom binnen, kom binnen. We zijn een lekker broodje aan het maken. Rustig. Hoe was het? Ja, wel leuk. Leuk? Nee. Ja, leuk. Maar het komt voor mij dat ik kom verdrukken. Hoezo? Ja, hij zegt van, het is zeg maar, hij denkt dat het wel door die tape is gekomen, dat het erger is geworden. Oké. Okay. Hij zegt van, waarschijnlijk doordat je heel tijd je rug recht hebt gehouden, is er gewoon meer belasting gekomen op die zenuw. Ja, maar dat was maar één dag eigenlijk. Ja, maar dat kan al genoeg zijn. Oké. Okay. Hij zegt dus ja, 99% dat het gewoon echt puur die zenuw is. Ja. En het enige wat je daar tegen kan doen is het ontlasten. En dat is door je rug niet door zo helemaal krom te lopen, maar wel door in plaats van je zo. Ik moet wel zeg maar zo je bekken zo kantelen. Maar vervolgens moet ik wel zo lopen, zeg maar, en dan met mijn aangespannen buikspieren. Of ja, zo kan ik voelen dat het goed is. Ja. En zo moet ik dus lopen. Oké. Okay. Want als ik zo loop, voel ik het opeens. Oké. Okay. En dan moet je dus gewoon wachten tot het over is. Maar je vorige week heb ik wel een afspraak om te kijken of het inderdaad beter gaat. Maar kunnen we niet naar de huisarts om dan wel iets te krijgen voor de pijn? Ja, dat is aan mij. Oké. Okay. Want hij zei van, ik zou niet zomaar, als het nu beter gaat, zeg maar, zou ik niet zomaar nog zwaarder rommelen. Maar het gaat toch niet beter? Nou ja, het gaat vandaag wel een stuk beter dan gisteren. Doordat je dan misschien nou ook die andere erbij hebt gepakt, die ja. Diclofenac. Ja, alleen ik had net gebeld naar de huisarts, je mag diclofenac en ibuprofen mag je blijkbaar absoluut niet combineren. Oh. Wel gedaan. Ja. Oké. Okay. Ja, dat weet ik niet, dat heb ik volgens mij wel gecombineerd. Ja. Ja, ik heb gewoon alles naar binnen genaaid. Gisteravond voor het slapen gaan heb je goed geslapen, maar je hebt wel gecombineerd. Ja. Oké, okay, dat moet je dus niet doen dan. Nee, ze zeggen dat het beter is van niet. Als je dan niet moet doen, dat is natuurlijk het tweede. Als het werkt. Ja, hé. Hey. Dat is een pakketje binnen van Ali. En dat vind ik altijd leuk, want ik ben zo iemand die dan van alles bestelt en niet meer weet wat ik heb besteld. En het komt dan zo verspreid over de weken binnen. Maar... Ik kan niet echt kapot. Kijk, deze had ik besteld, ja. Ik weet ook niet echt wat ik ermee ga doen. Maar het leek me wel grappig. Het zijn een soort van, hoe heet het, vaasjes, maar dan gewoon van staal. Je kunt er ook natuurlijk een rookbloemetje in zetten of zo. Maar het leek me wel leuk daar achter die muur. Of, nou ja, ergens in ieder geval kan ze gewoon gehaald. Beetje impulsief. Deze en deze. Schattig, hè? Net even een half uur op de bank gelegen. Of hoe lang hebben we gelegen? Gelegen? Ja, gezeten. Jij gelegen. Ja. En dan, ik val bijna in slaap. Ik moet nou, ja, ik moet nou opstaan, want anders dan ga ik een dutje doen. Ik ben echt, ik voel me echt zo van, oh, lekker naar bed. Maar het is 2:30 of zo. Dat kan toch gewoon? Ja, maar dan kom ik er dus echt niet meer uit. Ik kan niet overdag slapen. Thijs kan altijd heel goed, half uurtje zo, even lekker een powernap doen en dan daarna weer energie hebben. Maar bij mij is het altijd tegenovergestelde. Ik word altijd juist heel erg moe van een powernap. Maar goed, we gaan eventjes naar de winkel, want Jimmy is toe aan luierbroekjes. Die hebben we al, maar dan is het natuurlijk een romper onhandig. Die heeft hij ook nog steeds aan, dus we gaan nu onderbroekjes kopen en hemptjes. Hempt. Hij krijgt een hempt. Oh, zo. Nou lijkt het wel weer erger dan straks. Ik wou eigenlijk even filmen hoe jij in de auto ging stappen. Maar... Nou, dit is zeg maar een groot gedeelte van de dag. Deze geluiden. Gaat het? Ja, even dit poetsen. Ja, ik zie daar stof op zitten. Ja? Ja, kun je rijden of moet ik rijden? Ja, ik kan wel rijden, maar dat zal waarschijnlijk zeer doen.
Ja, nou, dan kan ik toch beter rijden. Ja, of misschien moet ik gewoon niet janken. Nee, ik rij wel. Nee, nou zit ik wel wat chill op zich. Ja, wat is het nou? We gaan het gewoon proberen, anders kan ik altijd nog stoppen op de vluchtstrook. Oké. Okay. Even wisselen. Pietertje, gaat het? Nee, ik denk dat ik weer achterin moet gaan zitten. Ja? Ik denk het wel. Ja, hoe kan dat nou in één keer weer zo zeer doen? Ja, maar jij moet gewoon niet stilzitten. Je hebt elke keer als je even stil hebt gezeten in de bank, heb je daarna weer veel meer pijn. Ja, maar jij kan niet de hele tijd in beweging blijven. Ik kan wel. Ja, hoe dan? Nee. Dat is ook raar, want hij zit eigenlijk helemaal opgefrommeld hierachter. Maar dat kan dan wel. Nou kan ik wel dit doen. Ja, Jimmy die sloeg elke keer zijn hoofd weg. Nee! Nee! En altijd zo, als ik hier lig. Nee! Maar deze houding is wel goed. Het is fucking chill. Als ik gewoon op die spier zit. Dan druk je hem plat. Ja, ik weet niet, maar dan is het gewoon piep chill. Oké, okay. Nou, gezellig. Hoezo? Is dat gezellig? Let's go! Wat? Wil je nou wel iets lekkers? Nee, ik wil iets lekkers drinken. Niet gewoon een colaatje, maar een beetje. Kijk ook, ik ga gewoon een leek macchiato. Met karamel. Ja? Ja, denk ik. Dat wil ik gewoon thuis ook hebben. We hebben de Zeeman leeg gekocht. Hemdjes en boxers en sokken. En onderbroeken voor die gym. Ja. Even proosten. Ja, moet ik al die balletjes los ingooien of wat? Wat is dit? Ja, ik denk het. Is dat een karamel? Nee, want het zit ook eronder. Ja, het zat ook onderin, maar dit is wel lekker. Dus ik gooi het mee. Wow, gaat het ook beppelen? Blijkbaar. Special effect. Kom even proosten. Proost. Cheers. Ik had volgens mij helemaal niet duidelijk uitgelegd, maar we hebben nou die broekjes en die hemdjes, sorry hoor, gekocht. Mag ik mijn bril? Omdat het zo goed gaat op het potje, dat hij daar gewoon eigenlijk steeds vaker alles op doet. En dan is het, oh, dat had ik wel verteld, vervelend met zijn romper. Dat. Vertel je dubbele informatie? Ja, volgens mij heb ik het wel verteld. Wat is er? Mijn bril. Waar is die? Die ligt daar achter het stuur. Oh. We gaan nou naar Jimmy toe. Wat is nu nou weer van plan? Oh, dan moeten we naar voetballen. Maar we willen eigenlijk naar huis, hè, Jimmy? Wel. Oh, per se eerst voetballen. Hup, Willem 2. Goed zo. Hij kan het wel echt al best wel goed, hè? Ja, is goed. Goed zo. Ja, hij kan het echt goed. Maar jij zei dat hij vanaf 2 kan hij eigenlijk wel op de voetbaldagje. Ja, maar dat is niet. Oh, maar je had je toch opgezocht? Ja, dat wou ik opzoeken, maar dat kon ik niet vinden. Oh. Goedemorgen. Dat filmpje van net was hoe schattig Jimmy naast mij lag te slapen. Hij was tot 7 uur heeft hij geslapen vandaag. Maar ik was zelf wel om 6:30. Ik was zelf wel al om 6:30 klaar wakker, maar toen keek ik opzij en toen had ik dat uitzicht. Dus ik heb een 30 minuten liggen genieten. Laten we dit even staan alsjeblieft. Onze foto. Jimmy, waar gaan we vandaag naartoe? Van de Efteling met Jokie en Jet. Door de eten. Gaan we daar en ijsjes eten. En allemaal leuke dingen doen. Jokie. Heb je er zin in, Jimmy? Waar gaan we naartoe? Jokie, ja. Moet ik gaan rennen? Ja, probeer ik. Gewoon proberen. Oh, dat is vet zeg. Oh, het gaat gewoon niet. En Noppel gaat ook niet. Thijs heeft een soort van last van een klapvoet.
We weten alleen niet hoe dat er normaal gesproken uitziet, maar het lijkt er toch wel heel erg op. Ja. Net proberen. Dat is zo vol van sprinten, hè? Of die medicatie heeft alles helemaal plat gelegd, maar je hebt geen pijn, toch? Nee, ik voel niks. Ja, als ik zo ga rennen dan wel. Wow. Wow, yo. Check hoe mooi. Wauw. Het is nou sinds gisteren is de Efteling eindelijk weer open, dus we hadden echt super veel zin in. Het is alleen wel alles voor Jimmy waar hij normaal gesproken ingaat van de attracties is dicht. Dus de Droomvlucht, Symbolica, Carnaval Festival en zo. Maar ja, we hebben wel speeltuin en gewoon andere leuke dingen waar hij wel naartoe kan. En Sprookjesbos natuurlijk. Kijk, dat is een trap die als je zo doet. Oh, ik vind het niet leuk. Succes vandaag, hè? Zeker. Nou, het was wel een hele leuke dag. Dat wel. Maar Thijs kreeg dus eigenlijk vrijwel meteen toen we er waren ineens echt last van de klapvoet. Want wij wisten niet precies wat het dan was. Ik dacht altijd dat je dan ik kan nog steeds niet mijn tenen bewegen. Hè? Kijk, dit is links. Volledige beweging. Meer dan dit kan ik niet. Ja. En dit is rechts. Toen hebben we opgezocht op internet wat het nou precies is. En hij heeft gewoon alle symptomen van een klapvoet. Ja. Aan twee kanten ook nog. Dus de zenuwpijn is nu weg en overgegaan in klapvoet. Dus ze zeiden als hij een klapvoet krijgt, dan heb je wel kans op operatie, toch? Geen idee. Nou ja, even afwachten of het morgen dan nog steeds zo is en dan maar naar de huisarts bellen. We hebben dit weekend een weekendje weggepland voor het allereerste keer. En volgende week vakantie. Volgende week vakantie. Maar goed, we maken er gewoon het beste van. De halve week is voorbij. Ik weet eigenlijk niet. Moeten we dan elke keer de vlog ook afsluiten als we op de helft van de week zijn? Hoe doen andere mensen dat? Ik kijk nooit vlogs, dus ik weet eigenlijk niet wat normaal is. Maar goed. Bedankt voor het kijken voor deze helft van de week of zo. En voor dit weekend wordt dus wel leuk. Want ja, we hebben leuke dingen gepland staan. Dus kijk zeker weer. Tot maandag. Nee, tot. Tot maandag. Nee, want ja, is zoiets. Tot maandag.